Hey kijkers van IkBenJeGame en welkom bij een nieuwe episode van Pokémon Cobalt en Amethyst. En we zijn weer hier, ik heb mijn Pokémon Shield en in de vorige mini-episode hebben we eigenlijk iets heel groots gedaan. We hebben het artefact gevonden in die chest, dat hebben we toch opgepakt. Zonder dat ik het wist hebben we eigenlijk al echt een key item uit deze game al dus gepakt. En dat is deze. Dus we hebben het artefact nu. Nu moeten we nog de weg door de grot gaan vinden. Maar als eerst ga ik nu één ding doen. Ik hoop dat jullie dat wel goed vonden. Op zich, wacht, heel even closen. Ja, het gaat vanzelf weg. Ik ga de XP boost aanzetten. De maker van Pokémon Cobalt en Amethyst heeft al gezegd dat het net iets te moeilijk was af en toe. De game, dat best wel hardcore was. Ook wel qua XP die je krijgt en mensen die je moet verslaan. Dus wat ik nu ga doen, is even lekker de XP boost een beetje aanzetten. Dat is niet al te veel. Maar op zich genoeg. Dat zien we zo ook nog wel. Waar ga ik omheen? En daar gaan we dus Pokémon battelen. Hopelijk. En hopelijk gaat het dan iets beter ook qua gameplay en recorden. Maar dan moeten we door de grot en dan moeten we onze weg vinden. En het is volgens mij best wel een moeilijke weg. Maar oké, ik ga eerst even de XP-boost aanzetten. 1 seconde. Oké dan. Dit zou het moeten aanzetten. Ik heb geen idee of het is gelukt. Press enter. We gaan even kijken hoe het nu zit met qua XP. Ik heb echt geen idee of het is gelukt. Ik denk dat we het beste maar gewoon kunnen gaan battelen. Toch? We moeten wel een Pokémon vinden natuurlijk. Maar dat kan in die gang. Die gang was dus by the way ook extra vol met Pokémons. Omdat het artefact er gewoon in was. Deze XP. Ik ga hem nu niet nog eens doen hoor. Ja, het zou dus de XP moeten verhogen en dat helpt wel. Ook voor YouTube is dat wel fijner. First Fancy People. Oké. Ja. Dat wist ze wel. Alleen, dat is het nare. Er zijn hier heel veel ingangen naar de grot toe. Dus dan zullen we even kijken hoe we dat allemaal gaan doen. Maar het moet op zich wel lukken. We waren op zich wel ver gekomen, maar we gaan gewoon even kijken. We hebben nu in principe gewoon de artefact. Hier was hij. Oh, daar gaat mijn spel. Alsjeblieft niet crashen. Hallo. Wow. Oké, dit is heel weird. De game crashte net. Ik ben weer hier. Dat is heel raar. Ik hoop dat dat allemaal goed is gegaan. Ik heb meteen ook even een backup gemaakt. Dat is heel raar, dit hoort sowieso niet. Ik hoop dat hij de XP-boost wel heeft meegegeven, want die is wel op zich echt nodig. Voor mij nu in principe wel. De game wordt er wel een stuk leuker door. Wat ik wel heb ontdekt is dat als er een plek is waar Pokémon spawnen, moeten we ook accepteren dat we misschien een beetje moeten gaan trainen. Het gaat wat beter door middels van battles en andere dingen. Oké, het gaat nu op zich wel goed. Waar blijven de Pokémons? Ja, oké. We gaan even kijken of het nu beter wordt. Het ding is, in de meeste echte Pokémon games, dan zit je zo van... Op de weg train je met veel trainers ook vooral. En bij wilde Pokémon's krijg je nauwelijks XP. Maar hier ben je er eigenlijk afhankelijk van. Holy shit! Wat is dat? Snorchop. Pyrus. Hij is level 9. Deze wil ik eigenlijk wel hebben. We gaan hem gewoon vangen. Ik ben level 8. Ja, want die dude zei dus ook, het is eigenlijk al... Nee, niet Confusion Ray. Oh, dat is zo irritant. Hij zei ook al eigenlijk al dat toen we ons eerste battle tegen Kaleen gingen doen, dat we level 10 al eigenlijk moesten zijn. Dus we gaan even wat serieuzer nemen. Kom op, je kan het. Ah! Dat is zo naar. Ze gebruiken wel echt kut aanvallen. Maar ja, het zal wel. Kom op, rapid spin. Nee. Ik wil gewoon bijna misschien zoals mijn rare candy gewoon nu al geven. Ook al ben ik bijna level up. Kom op, doe veel. Ja, maar het is aarde. Ik heb hier niet zoveel aan. Hier, let me op. Balen. Oké, YOLO, we gooien gewoon ons Pokéballs. Oh, ik hoop dat hij erin gaat, maar ik denk het niet hoor. Daar zie je ook wat streng heen in deze game. Kom op. Kom op. Nee! Ah. Jammer. We hebben nog maar 1 Pokéball. Thief. Huh? Oh, nice. Damn, die zag er best wel spectaculair uit. Nee! Oké. Level 6. Oké, ik ga het straks denk ik gewoon even off-camera gewoon even trainen. Het is echt naar hoe moeilijk het is eigenlijk. Ik heb ook nog geen wateraanvallen. Oké. Confusion Ray meteen. Ah! Ik wil niet ervoor klagen, maar... Nou... Yes. Ik wil dit eigenlijk echt vangen. Dan hebben we ook weer gewoon een echte sterke Pokémon erbij. Of gaat dat niet echt extra... Ik ga deze gewoon echt laag halen en dan gaan we hem gewoon vangen. we doen het gewoon. Thief alweer. Oh, die is ook echt sterk. Ah, nee. Oké. Volgende gaat gewoon in één keer de Pokéball zijn. Rocklef. Dit is niet handig. Alsjeblieft, ga nu in je Pokéball. Oh. Kom op, alsjeblieft, alsjeblieft. Ga erin, ga erin. Ik heb je echt nodig. Die Thief is zo sterk. Ja. Ja. Nah, kutzooi. Ik heb geen Pokéballs meer. Dit is echt naar. Oké, chill. Perfect. Dan gaan we maar gewoon verslaan. Ik heb dus helemaal niks meer. Oh, wat moet ik hier nou mee? Dit is niet handig. Ik hoop dat hij die XP-boss heeft meegenomen, though. Hoeveel? Oh, niet veel. Kut, ik had nu de Pokémon pas moeten doen. Back. Paralysis, niks. Ah, wacht maar gewoon... Oh nee, dat is leer. Oh my god. Oké, mensen, ik ga dit even afsluiten. Wacht, be right back. Oké, dan dat eindigt natuurlijk niet zo goed. Ik ga nu op camera gewoon een beetje trainen. Ga ik ook gewoon even testen of die XP boost werkt. Dan gaan we verder. En ik weet denk ik waar we heen moeten. Sorry voor de interruptie. Ja, dan nu wordt het natuurlijk spannend. Ik heb hem verslagen en dat... Ja, deze ging wel goed, dus battle. Oké, ik hoop dat... 245 XP, dat is echt veel. Nice. Oké, dat is lekker. Dat werkt zeker goed. Wacht. Next level 10. Oh, lekker. Dat werkt goed. Dat werkt beter. Want normaal krijg je echt maar 24 XP of zo. Yes. Yes. We zijn nu al level 10. Het gaat zo door. Ik ga even lekker trainen. Ik zie jullie zo. Oké, mijn Tender Racker niet gebruikt. We hebben een nieuwe aanval. Dat is Rock Throw. Dat is nice. Dat is nice. Oké, dan. Ik heb denk ik de verkeerde cave gaan. Want ik wil echt terug naar het gras. Om daar te gaan trainen. Start een battle. Kijk even hoe moeilijk het gaat. Ik wil natuurlijk niet alleen Pyrus zijn. Want Pyrus is de enige die wat kan. Maar ik wil het wel proberen nu. We gaan zien hoe hoog de anderen zijn. Zookeeper Eric. Zoveel Pokémons! What the hell? Oké, we gaan ons best doen. Is het nou een rock-type of een vuurtype? Dat snap ik niet. Nou, we doen Rock Throw voor het eerst. What the hell? We zijn level 10. Oké. Weet je, we kijken wel even hoe het gaat. Tackle. Oh, level 6. Eens kijken hoeveel Pokémons. Oké, we kijken wel even. Ik heb alleen ook geen geld. Ember. Ja, het is een vuurpokémon. Oh, nice. Lupus was burnt. Kom op. Oh, wauw, nog maar de helft. Oké, dat is in ieder geval goed. Dat is 1. 270. Nou, we zijn er bijna. Het gaat wat sneller nu. Zullen we changen? Nee, we gaan nog niet changen. We kijken wel wat er gebeurt. Lupus. Weer een Lupus. De Ember moet goed werken. Kom op. We zijn ook bijna level 11 nu. Zoals het hoort. Hoeveel had het af? De helft. Gaat goed. Gaat goed. Tackle. Ik kan nog maar één of... Nou, ik hoop dat ik nog 2 tackles aan kan. Maar ik moet al deze nog. Ik heb geen revive. Oh, dit wordt echt naar. Kom op. Yes. Dit wordt wel moeilijk, maar we gaan het zien. Oké, dat is 2. We zijn nu sowieso level 11, dus dat is nice. 270 XP, nice! Lupus. Nou, we gaan niet changen. Oké, we zijn level 11. Kom op, we kunnen dit. De one-hit kill, misschien deze tackle overleven. Ember. Ember is best wel goed, effectief. Kom op. Oké, dat is al wel wat meer dan de helft. Tackle. Kom op, overleven deze. Oh, net aan. Oké, ze heeft nog wel 3 Pokémon. Dus ik heb er 2 hierna. Ember. Misschien kan ik... Oh, ik kan er misschien hierna nog zelfs eentje half uitnemen met Ember. Dit wordt spannend. Ik kan chasen van Pokémon, dat ik het uiteindelijk afmaak met... dinges. Nee, ik ga er nu gewoon zoveel mogelijk afhalen met... Pyrus. Nice, level 12. Het lijkt nu wel makkelijk te gaan, maar dat mag ook wel, mensen. Oké? Het mag wel. En anders verminder ik het XP-effect. Dat kan ook nog, maar voor nu is het wel heel erg fijn. Ember, let's go. Kom op, one hit kill. Best wel. We zijn nu sowieso dood, denk ik. Growl! Hij is zo dom. Yes. We gaan deze battle misschien nog zelfs overwinnen ook. Ik denk dat die god vooral moeilijk was omdat we niemand bijvoorbeeld... We hadden nog geen echte... De water type die we nodig hadden om die god types te verslaan. Nice. Het probleem komt nu nog wel met die volgende 2. Ik kan natuurlijk van de volgende Pokémon die nu nog komt. Sweet left. Nog een Lupus. Wat de hel heeft hij met Lupus? Wij gaan weer een Ember doen. Ik denk dat we nu dood zijn. Dat wel. Misschien. Misschien zijn we nu door de tackle dood. Maar... in principe hebben we deze al zover. Dit moeten we wel winnen. We hebben nog 2 Pokémon's over. Tackle, ja. Kom op. Het zou lachen zijn als we dit nu overleven, maar... het is wel heel weinig, hè, mensen? Ja. Oké, dat is wel te begrijpen op zich, weet je? Ze zijn wel level 6. We gaan die ook trainen. Dat moet wel, dat moet wel. We hebben verschillende types nodig. Heel vaak focussen we altijd op 1 Pokémon tijdens, zeg maar, het Pokémon-spel, maar... Het moet op zich nog wel lukken. Kribber, Stekkel. Bam! Kom op. Ja, lekker! Haha! Weer tegen Loop. Oh, 320, nice! Babbel! Een wateraanval. Perfect. Lekker. Oh, nice, level 8. In het begin gaat het altijd snel, hè, met lage levels. Nice! Lekker! Oké, ik weet niet wat voor type Lupus is. We gaan Bubbel gewoon uitproberen. Wat de hel? Hoeveel doet dit? Oh mijn god! Lekker! Tackle, dat moeten we wel overleven. Mijn hele stem staat over. Oh, ik ben echt blij. Eindelijk lukt het. Battles zijn echt het beste ooit. En we gaan nog een bubbel doen. Dit overleven we wel. vraag me af wie de laatste Pokémon is, maar het moet wel lukken. Oh, sorry. Ik wil de episode ook niet te lang maken op zich, maar ik wil wel voortgang maken. Ik ga zo meteen nog even... Ik ga waarschijnlijk weer terug naar het aardegebiedje, daar. Nog 2 keer, want dan moet ik waarschijnlijk dus door mijn Pokémon's helen. Oh, dit gaat zo goed. Als ze allemaal level 10 zijn, dan kom ik terug en dan gaan we verder met het verhaal. En dat wordt de rest van deze episode. Maar er hoort ook battelen bij. Yes! €83. Ik ga een Pokéball ook pakken. Kopen, zelfs. Ja, met al het geld dat ik heb. En daar ga ik die we daar straks zagen even vangen. Dat neem ik ook nog wel even op. Dan ga ik nu weer terug. Hier stond die man. Ja, oké, we moeten weer even terug hierin. Oké, dan heb ik zometeen als het goed is een nieuwe Pokémon gevangen. Ons Pokémon is getraind. En gaan we verder eindelijk met het verhaal. Oké, dan gaan we. Pokémon zijn redelijk op zich oké geworden. Ik hoop alleen nu niet juist dood te maken. Ik ben level 13. Pyrus, of nee, die tweede Pokémon voor mij is level 11? Ja, Thief. Thief is super sterk, daar moet ik mee oppassen. Dat het geen recoil heeft. Maar echt. Kom op. Oh jee. Oh jee, oké. Dit wordt spannend, Ember. Ember is juist niet heel effectief tegen hem. Want hij is aarde. Het is nu wel een van de sterkste attacks die ik nu heb. Bij die andere heb ik wel Quick Attack geleerd. Dus dat is wel cool. Daar kan ik gewoon in 1 keer snel aanvallen. 2 Pokémon's heb ik. We gaan gewoon voor een ouderwetse tackle. Rapid Spin. Oké, Rapid Spin overleef ik volgens mij wel. Thief is echt gevaarlijk. Ja, overleef ik wel. Nice. Tackle. Oké, ik wil hem ongeveer tot rood hebben. Ik vind het best spannend. 10 is best hoog en dan kan ik die gewoon toevoegen. Dat is een sterke Pokémon tot nu toe. De XP boost helpt wel, maar het is niet OP. Het is niet dat ik bij elk gevecht een level omhoog ga. Dat is wel even belangrijk om te onthouden. Rapid Spin. 1 Rapid Spin overleef ik volgens mij nog net. Behalve als het een critical hit is. Oké, yes. Nice. Tackle. Ik ga zo meteen al 1 Pokémon gebruiken. Bam. Heel klein, hoe groot. Welke evaluatie is dit? Waarvan? Oké, nu moet het gaan doen. Als hij nu niet gevangen wordt, dan ga ik huilen. Ik heb er 2. Kom op. Ja. 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 Yes, we hebben hem. Nice. Yes, yes, yes. Chill. Super chill. Oké, dit is vroeg ik even toe. Ga ik mijn Pokémon healen. Ga ik even checken waar ik heen moet. Even zoeken. En dan gaan we verder eindelijk met het verhaal. Yes. Snorchop. Cool. Vet gaaf. Nu nog heel wat terugkomen. We're back. Oké, dan. We gaan eindelijk nu verder met de echte episode. En misschien knip ik nog dat we nu eindelijk echt verder gaan. Maar we moeten dus nu weer naar het begin. Volgens mij. In de juiste cave, waar we eerst niet in konden, omdat we niet de artefact dingetje hadden. Wat we moesten verzamelen voor de professor. Dus dat is wel leuk. Even kijken, ik hoop alleen dat we de weg gaan vinden, want het is een best moeilijke weg volgens mij. Ik heb er net al een van de eerste battles gevoerd, dat zag jullie ook. Toen begon eindelijk de XP een beetje binnen te komen. En nu is dat echt een stuk beter, dus nu kunnen we echt verder. Even kijken, waar is het? Het is hier volgens mij, ja. We moeten volgens mij hier naar boven, daar konden we eerst niet heen. Dat stond er van another good idea to go here without the poneglyph. Of artifact. Oh wow, oké ja. Daar kwamen we vandaan. Dan gaan we nu dus gewoon hierheen. En hier zagen we ook al net volgens mij... Ja, die persoon daar, die hebben we gebed. Oké. Waar moeten we heen? Ja, als eerst gaan we de rechte trap gewoon maar uitproberen. Het is hier donker. Ik heb volgens mij Flash. Ik ga even iets proberen. Snorchop, use. Gaan we deze gebruiken? Even kijken of Flash werkt, want het is hier natuurlijk super donker. Ik wil weten gewoon of die moves gaan werken. Het zal wel lachen zijn, op zich. Oh. Nee, ik wil Pokémons. Flash. Kan ik die niet nu gebruiken? Dat zou toch vet zijn. Ja, het zou wel. Oké. Het is donker. Het is heel donker. Ah, ik kan op zich nog wel genoeg zien. Potion. Nice. Ik wilde niet echt. Oké. Cool. Maar volgens mij is hier verder niet echt veel, toch? Nee. Ik kan echt nauwelijks iets zien. Dan gaan we weer naar boven. Ja, hier zie ik wel genoeg. Nou, dan is dit dus niet de juiste land, dus dan gaan we hier gewoon naar rechts. Toch? Ik denk het wel. Oké dan, ik zit nu te twijfelen. Het is namelijk... Het is echt heel donker, hè? Of ben ik nou gek? De brightness. 4 settings. Brightness, bright. Oké. Oh, kijk. Dit bedoel ik dus. Ik heb een beetje gelezen wat ik precies moet doen, want het is echt heel moeilijk. Dit is een nugget. Die gaan we verkopen. Hopelijk. En dan kunnen we wat repels nemen. Dan kunnen we in één keer doorlopen zonder de hele tijd afgeleid te worden door stomme Pokémons. Dat ga ik nu even ook off-camera doen, anders duurt het ook weer lang. Dus dan ben ik zo meteen weer daar terug met hopelijk wat repels. Kijk, dit is dus vervelend, want ik heb nu mijn potion moeten verkopen om nu, nou, niet eens één freaking repel te kunnen kopen. Ik hou mijn Pokéball wel gewoon hoor. Dit is dus echt naar, want... wacht, had ik die opgepakt? Dit is echt naar, want hij zit dus niet weer in mijn bag. Ik weet niet wat het heeft, maar het wil niet. Het is zo irritant. Paralyze heal, key items, waiver. Maar geen freaking nugget. Terwijl ik die wel net heb opgepakt. Dus dat is zo vervelend. Dus dat werkt niet. Dus daar kan ik echt niks mee. Oh jee, misschien was het niet de bedoeling dat ik... Oeps. Oh jee, ik heb heel misschien de game laten crashen. Wacht. Ik had niet op exit moeten. Oh jee. Oeps. Oh jee. Waar is mijn chat gebleven? Oh, dat heb ik een beetje opgefukt. Oh nee. Nou mensen, ik zit hier vast. Ik ga deze episode wel even eindigen. Ik ga het fixen. Misschien is het nog niet zo echt playable. Dan ga ik de YouTube versies playen waarbij je meteen boots krijgt. Want dit is echt niet te doen. Ik zit hier vast. Ik kan hier ook niet weg. Oh. Dus dit is echt naar. Game mode werkt niet. /tp. Wacht, /kill. Oh my god, dit gaat ook echt waarschijnlijk heel fout. Oh, waar ben ik? Oh ja, ik zit nog steeds... Oh mijn god. Nou mensen, dat is... Dit save is dus helemaal verpest. Nice! Oké mensen, ik ging hier deze episode dan toch maar eindigen. Dus het mislukte episode alweer... Balen. Oké. Ik ga even wat fixen. Ik ga de YouTubers versie downloaden. Dan kan je rennen meteen. Hoef je niet door die stomme grot. Enzovoort. Oké. Tot ziens.